Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van Protector Cybersecurity Stories. En dit keer gaan we het hebben over: ben je slachtoffer geworden van een datalek? Dit is wat je moet doen. De laatste tijd komt het erg vaak in het nieuws. En niet zo van die kleine datalekken. Nee, het zijn van die grote megadatalekken. Laten we eens eventjes van de afgelopen maanden op een rijtje zetten. We hebben de GGD-lek gehad. Hè, waarbij gegevens door medewerkers gegevens werden doorverkocht aan criminelen. We hebben de RDC-lek gehad. Waarbij ruim 7 miljoen persoonsgegevens waren gelekt. Nu is dat een beetje afvragen of dat 7 miljoen unieke, want sommige van die personen stonden misschien meerdere keren in het databestand. Maar goed, het gaat erom, het waren er veel. En recentelijk Facebook. Daar was dus ook een database die gewoon open stond. En daar stonden een heleboel gegevens in. En er ging om iets van 5,4 miljoen gegevens van Nederlandse Facebook gebruikers. Kortom, als je die allemaal op een rijtje zet, zou je bijna zeggen dat elke Nederlander op zijn minst een keertje in een datalek voorkomt. Daar gaan we het dus even over hebben. Want stel nou eens dat je in zo'n database lek zit. In zo'n datalek. Wat moet je doen? Nou, bij mij is Frank Dapp. En zoals jullie weten, Frank Dapp is medeoprichter van Protector IT Security. En Frank, wat moet je gaan doen als je het slachtoffer bent van een datalek? Maar voordat je dat gaat beantwoorden, misschien moeten we eventjes hebben: wat is nou precies een datalek? Nou, een datalek is eigenlijk op het moment dat er gegevens in verkeerde handen terecht komen. Bij een datalek denken mensen meestal aan een grote hack, zoals je die waar je net een aantal van genoemd hebt. Maar in principe is een datalek ook bijvoorbeeld het versturen van een mailtje naar een verkeerde persoon. Als jij een mail stuurt met misschien gegevens, persoonlijke gegevens of bedrijfsgegevens, en die komt bij een verkeerde persoon terecht. Feitelijk is dat ook een datalek, want de gegevens zijn eigenlijk beland bij een persoon waar die niet voor bestemd zijn of is. Ja, en ik wil dat eigenlijk ook wel een beetje aanvullen, omdat ik dat ook wel vaak genoeg heb meegemaakt. Gelukkig minder, maar. En dat is dat mensen mailinglijsten of een Excel-sheet met allemaal persoonsgegevens, dat ze dat via de mail versturen. Nou, dat is niet altijd handig. Waarom? Zeker als die mail ook nog niet met een wachtwoord is beveiligd of iets dergelijks. Want die gegevens zitten dan in een mailbox. En zeker als het ook nog naar meerdere personen is gestuurd, zitten dus die persoonsgegevens, als het ware klonen, allemaal weer in verschillende soorten mailboxen. Het gaat dus echt alle kanten op. Dus dat is in ieder geval een tip. Stuur nooit persoonsgegevens in een Excel-sheet via de mail naar allerlei verschillende personen. Als je het zo nodig moet gaan versturen via de mail of wat dan ook, alsjeblieft zet er een wachtwoord op. En zet dat wachtwoord niet in het mailtje waar dat bestand in zit, maar stuur dat via sms of iets dergelijks. Nou goed, oké, dat was even een kleine zijstap. Dus een datalek kan heel groot zijn. Kan klein zijn, maar niet elke datalek is ook echt, voor jou persoonlijk een gevaar. Wanneer wordt het wel een beetje een gevaar, Frank? Ja, nou, op het moment dat er persoonsgegevens zijn gelekt, denk aan adresgegevens, telefoonnummer, bankgegevens. Gegevens die criminelen eigenlijk kunnen misbruiken om jou op te lichten, om jou te misleiden. Dan is er natuurlijk sprake van een gevaar. En dat varieert natuurlijk. Op het moment dat alleen maar een e-mailadres gelekt is, zal je misschien gespamd worden. Maar bedenk dat als, zoals het geval van de RDC, dat ook bijvoorbeeld adresgegevens en kentekens gelekt zijn. Dan kunnen criminelen heel gericht mailtjes versturen, phishing mailtjes bijvoorbeeld versturen, die zo goed als niet van echt te onderscheiden zijn. En dan wordt het zeker een veel groter gevaar. Nou, een ander aspect waar ik denk dat je ook heel voorzichtig moet zijn,
Bedrijven willen nog wel eens meer informatie vragen dan echt noodzakelijk is. Ik had recentelijk een situatie waarbij een instantie mijn telefoonnummer vroeg. Ik had mijn e-mailadres al gegeven. Ja, we willen ook graag uw telefoonnummer. Nou, dat is voor de meeste mensen is dat inmiddels een 06-nummer, je mobiele nummer. En ik had dat ook gegeven, maar zodra ik het gezegd had, dacht ik, waarom eigenlijk? Waarom moesten zij nu ook nog mijn mobiele telefoonnummer weten? En ik weet niet of er een verband is, maar het is gewoon maar even een idee. Toen ik dat had gedaan, ben ik de dagen daarna helemaal suf gebeld. Suf gebeld door allerlei instanties, door allerlei bedrijven die iets van mij wilden hebben. Maar ik nam het niet op. Wat ik zelf iedere keer gedaan heb, is ik neem tegenwoordig eigenlijk de telefoon niet meer op. Dat is ook een beetje de consequentie daarvan. En vervolgens heb ik dat telefoonnummer gegoogeld op internet. En dan kom je op verschillende sites die je dan aangeven of het nummer door anderen ook als irritant werd ervaren. En in 9 van de 10 gevallen was dat dus ook zo. En vaak zijn die nummers, die hebben gewoon nog een paar keer geprobeerd om mij te bellen. En wat ik dan ook van de anderen ook las uit de reacties, is dat degene die wel de telefoon aannamen, dat ze vervolgens of een hele irritante, agressieve verkoper aan de lijn hadden, maar soms kregen ze ook gewoon helemaal niks te horen. En dan lijkt het een beetje op wat je wel eens met e-mails ook wel eens hebt, dat ze je proberen te valideren. Namelijk om te weten of dat telefoonnummer echt is. En dat gebeurt ook wel eens met e-mails. Dat als je er ergens op klikt, dan weten ze in ieder geval, oh, dat e-mailadres bestaat. En dan kan je helaas nog meer spam verwachten. En in dit geval kan je dus ook wat meer telefoontjes verwachten. Mijn advies is, als je dat merkt en zo, probeer dat nummer te blokkeren. Maar zulke soort organisaties hebben tegenwoordig zoveel nummers, dat ze, als het ene geblokkeerd is, dan gebruiken ze gewoon een andere. Maar dat kan wel een consequentie zijn, dat als jouw telefoonnummer die je hebt gegeven aan een organisatie en bij hun vindt dan een datalek plaats, dat je dit soort situaties kan krijgen. Frank, als... Oké, een datalek hoeft niet groot te zijn, hoeft niet altijd erg te zijn, hoeft niet altijd consequenties te hebben. Maar stel nou eens dat dat nu wel het geval is. Er zitten persoonsgegevens, je telefoonnummer is gelekt, additionele persoonsgegevens, je BSN-nummer, maar ook bijvoorbeeld met Facebook of zo, daar staan ook wel gegevens bij van hoe jij, wat jij leuk vindt of iets dergelijks. Ze kunnen dus, degene die kwaad willen, kunnen dus een aardig profiel van jou krijgen. Hoe kunnen zij toeslaan? Wat voor gemene trucjes kunnen zij uithalen als zij dit soort informatie van je hebben? Nou, een van de dingen die ze kunnen doen is natuurlijk heel gericht phishing mails sturen. En jou verleiden om bepaalde persoonlijke gegevens vrij te geven. Bijvoorbeeld misschien wel een bankrekeningnummer. In sommige gevallen wordt er zelfs om bijvoorbeeld een pincode gevraagd. En met deze gegevens kunnen criminelen natuurlijk geld van jou buitmaken. Maar kunnen zij ook bijvoorbeeld accounts kapen op het moment dat zij jouw account kunnen gebruiken om bijvoorbeeld al jouw vrienden een berichtje te sturen bij jouw vrienden en kennissen, zal zo'n berichtje als betrouwbaar overkomen, want ze kennen jou immers. Dat betekent als ze vanuit jouw naam een berichtje sturen en jou vragen om misschien wel om geld bijvoorbeeld. We kennen allemaal de WhatsApp-fraude, waarbij je mensen gevraagd worden om een bepaald bedrag over te maken, omdat iemand in de problemen zou zitten. Als dat komt van een persoon die je kent, van een persoon die je vertrouwt, zal je daar eerder in meegaan. En waarom niet? Waarom zou je niet een bekende willen helpen? Dus het is echt zaak om heel voorzichtig te zijn met het vertrouwen van dit soort gegevens en dit soort berichtgevingen. Ja, je hoort het wel eens, eigenlijk steeds vaker. Hè? Er wordt ook steeds meer voor gewaarschuwd. Let op met die WhatsApp-fraude. Want het is ook echt makkelijk om in te tuinen.
Zeker omdat het ook vaak een domino effect heeft. Dus één iemand die jij kent, daarvan is de WhatsApp account gekraakt. Vervolgens wordt die WhatsApp account gelijk gebruik gemaakt om weer anderen uit die WhatsApp, vrienden, familieleden, broers, zussen, et cetera, om gelijk ook het bericht te sturen, die dan vervolgens daar weer ook op reageren en daar dus ook in trappen. En dan weer aan hun kant weer een heel sneeuwbaleffect gaat ontstaan. Wat kan je nou het beste doen om dat tegen te gaan? Nou, als je vermoedt dat je slachtoffer bent geworden van een datelek, of je bent dat je vermoedt dat er jouw gegevens op straat beland zijn, zijn een aantal dingen die je moet doen. Ten eerste is het van groot belang om je wachtwoorden te wijzigen. Zeker als je wachtwoord voor meerdere accounts gebruikt, is het echt essentieel om je wachtwoord zo snel mogelijk te veranderen. Want de criminelen zullen met een wachtwoord dat ze buiten hebben gemaakt, direct op verschillende sites uitproberen. Iemand die een wachtwoord of hetzelfde wachtwoord op meerdere sites gebruikt, kan dus op meerdere plekken gehackt worden. En daarvoor geven we altijd de tip: maak gebruik van een wachtwoordmanager. Een wachtwoordmanager kan sterke, veilige wachtwoorden voor jou genereren. En het gemak is dat je maar één wachtwoord hoeft te onthouden, terwijl je op alle sites, al die accounts, toch verschillende wachtwoorden kunt gebruiken, waardoor de consequentie van een eventueel datalek voor jou beperkt blijft tot hopelijk één site. Nou, ten tweede, als je telefoonnummer gelekt is, kunnen criminelen die gebruiken om jou bijvoorbeeld phishing sms'jes te sturen, ook wel smishing genoemd. In zo'n sms word je dan bijvoorbeeld gevraagd om naar een site te gaan, omdat bijvoorbeeld je bankrekeningnummer geblokkeerd dreigt te worden. En als je niet snel handelt, je geen toegang meer hebt tot je bankrekeningnummer. Nou, als je zo'n sms'je niet vertrouwt, ga niet in op de boodschap, klik niet op de link, maar bel je bank en vraag daarom om meer informatie. Of het bedrijf dat de sms verstuurd heeft. Hij hoeft natuurlijk niet per se een bank te zijn. En controleer in ieder geval de URL, de link die erin staat. Lijkt er iets niet te kloppen, klik er dan niet op. Nou, lijkt het toch te kloppen en klik je er toch op, wees dan in ieder geval alert op wat er gevraagd wordt, op wat je moet invullen. Op het moment dat je gevraagd wordt om in te loggen, om een wachtwoord in te vullen, een pincode door te geven of iets dergelijks, dan is het waarschijnlijk een nep sms'je. Sluit dan je browser af en bel het bedrijf of bel de bank. En nog één tip daarbij: maak geen gebruik van het nummer dat eventueel in het sms'je staat, want tegenwoordig zetten criminelen daar een eigen nummer in. En dus bel jij naar je bank in goed vertrouwen, dan krijg je dus eigenlijk de crimineel aan de lijn. Ook kunnen criminelen je bellen natuurlijk met het telefoonnummer en je om allerhande gegevens vragen, omdat er natuurlijk weer iets dringends aan de hand is wat snel opgelost moet worden. Geef nooit, nooit, nooit je rekeningnummer, een pincode of een wachtwoord of iets dergelijks via de telefoon. Een bank of een bedrijf zal je nooit om vragen. Ze hebben die gegevens immers niet nodig, want als ze bij jouw account moeten komen, kunnen zij dat. Ze hebben sowieso al toegang tot gegevens. Dus ze zullen je daar nooit om vragen. En dan, mocht je vermoeden dat bijvoorbeeld creditcardgegevens gelekt zijn, blokkeer dan je creditcard direct. Dat klinkt misschien rigoureus, maar bedenk dat je bij een creditcard vaak alleen eigenlijk voldoende hebt aan het creditcardnummer, de vervaldatum en de CVC-code, of de CVC. En dat je daar voldoende aan hebt om een aankoop te doen. Dat maakt creditcard wat dat betreft misschien extra gevaarlijk. En tot slot, als je denkt dat je mogelijk slachtoffer bent geworden van een datalek, let dan heel goed op identiteitsfraude. Het is helaas niet mogelijk om al die gegevens te wijzigen, als bijvoorbeeld je BSN-nummer, waar Mark het zojuist al over had, kun je natuurlijk niet zomaar wijzigen. Je moet daarom ook extreem terughoudend zijn met het verstrekken van een identiteitsbewijs of je BSN-nummer.
Hoewel de kans niet heel erg groot is, is het zeker niet uitgesloten dat criminelen met bijvoorbeeld identiteitsbewijs en je adresgegevens bijvoorbeeld een contract kunnen afsluiten bij bijvoorbeeld een telecom operator. En het vervelende is dan dat het aan jou is om te bewijzen dat jij niet degene was die het contract heeft afgesloten. En trouwens nog even inhakend op wat Mark eerder zei. Reguliere bedrijven mogen eigenlijk jou niet zomaar om je BSN-nummer vragen. Het is wettelijk geregeld wie wel en niet jouw BSN-nummer mag vragen. En dat zijn banken, dat zijn verzekeraars en dat zijn natuurlijk overheidsinstellingen. Maar gemiddelde bedrijven mogen je eigenlijk niet om jouw BSN-nummer vragen. Nou, moet je toch om de een of andere reden een kopie van je ID bijvoorbeeld uploaden ergens, scherm dan je BSN-nummer af. Dat kun je doen door gewoon een kopie ervan te maken en je BSN-nummer door te strepen. Of je kunt gebruik maken van de Kopie ID-app die je kunt downloaden bij de Apple Store of in de Google Store. En tot slot, als je vermoedt dat je slachtoffer bent geworden van een datalek of slachtoffer bent geworden van fraude, is het altijd verstandig om het te melden bij de Fraude Helpdesk. www.fraudehelpdesk.nl staat in de beschrijving beneden. Want het is goed om dat de autoriteiten ook op de hoogte zijn van wat er gaande is. Dat kan je ook helpen bij het oplossen van problemen achteraf. Ja, daar aansluitend, er is nog een instantie waar je, als je vermoedt dat je slachtoffer bent, of je weet het zeker, dat je slachtoffer bent van identiteitsfraude, dan is het Centraal Meldpunt Identiteitsfraude en Fouten, afgekort het CMI. Over dat identiteit, dat bedrijven allerlei zaken van je vragen. Nou, ik had het er net over met het telefoonnummer. Frank heeft het erover dat ze dan kopie, paspoort of ID-bewijs en dergelijke. Nou, je hebt inderdaad die app van Kopie ID. Daar zou ik zeker wel gebruik van maken. Ik zou ook bijna zeggen, leer het je gewoon aan om zo min mogelijk informatie te verstrekken. Want mocht er een datalek plaatsvinden, nou, dan zit in ieder geval niet gegevens in die onnodig gelekt worden. Ik kan mezelf herinneren dat ik ooit eens bij Airbnb een hele ruzie had, omdat die wilden dat ik mijn persoonsgegevens, een kopie van het paspoort, ging doorsturen. Die had ik dan netjes allemaal braaf doorgestreept enzovoort. En dat zeiden zij, ja, maar je hebt mij mee gemanipuleerd, dus dat is niet goed. Dus ik heb uiteindelijk geen dienst meer afgenomen van Airbnb, totdat ze zelf volgens mij door de autoriteit persoonsgegevens in Nederland op de vingers waren getikt van, dat kan je helemaal niet vragen. Maar soms moet je dan de keuze maken om dan maar niet de gegevens te verstrekken en dan misschien maar geen zaken te doen met die organisatie. Dat zijn dus eigenlijk allemaal punten, hele waardevolle tips, denk ik, Frank, om goed in je achterhoofd te hebben. Maar eigenlijk komt het op één punt neer en dat is wees gewoon extra alert. En om een beetje het cirkeltje rond te maken, de kans is heel groot dat je op een of andere manier onderdeel bent van zo'n datalek. Er is ook trouwens een website, Have I Been Pwned? We zullen dat in de show notes plaatsen. Maar als je daar je e-mailadres of je telefoonnummer inzet, dan krijg je te zien of jouw nummer of jouw e-mailadres voorkomt in een datalek. En sommige van die datalekken zijn misschien wel 4, 5 jaar oud of iets dergelijks. Als je regelmatig je wachtwoord verandert, ja, dan zat je wel in de datalek, maar dan hoef je daar niet zo bang voor te zijn. Maar het is wel handig om eventjes te weten van waar jouw gegevens eigenlijk allemaal in zitten. Maar door gewoon heel alert te zijn, nu kan je ervan uitgaan dat er misschien in die Facebook-lek of in de GGD-lek of in de RDC-lek dat je gegevens daar tussen zitten. Wees gewoon extra alert op dit ogenblik. Als er telefoontjes komen waarvan je niet weet waar die vandaan komt, negeer ze. Als iemand echt je wil bereiken, dan gaan ze echt wel via voicemail of op een andere manier je proberen te bereiken.
klik niet op allerlei zaken. Als er iets binnenkomt van een berichtje, ga dan iets anders. Probeer het op een andere manier. Als het van je telecom provider komt, daar hebben ze appjes voor. Je kan naar dat klantenpaneel gaan. Je kan op allerlei andere wijze checken dan dat je op dat linkje dat je via sms of voor je mail of via WhatsApp binnenkrijgt. Ik denk dat we hier een aardig wat informatie hebben gegeven, wat tips hebben gegeven om extra alert te zijn deze dagen door al die datalekken. Geef gewoon minimaal informatie naar allerlei organisaties. En zoals Frank zegt, echt niet elke organisatie heeft je BSN-nummer nodig. En vraag ook echt af of je iedere keer je 06-nummer moet geven bij een organisatie. Zeker als ze al het e-mailadres hebben opgevraagd. Nou, volgens mij, Frank, heb jij nog iets toe te voegen aan, over het onderwerp van ik ben slachtoffer geworden van een datalek. Help, wat moet ik doen? Niet direct. Ik denk dat inderdaad wat je hebt aangegeven, het gewoon het uiterste belang is om altijd alert te zijn. Op het moment dat je een mailtje krijgt, op het moment dat je een telefoontje krijgt, vertrouw je het niet, reageer niet. Zoekt een bedrijf contact met jou en begrijp je niet helemaal waarom. Zoek het nummer van het bedrijf op hun website. Zorg dat je op de goede website zit en bel zelf het bedrijf. Bedrijven vragen nooit via de telefoon om echt persoonlijke gevoelige informatie. Eigenlijk is dat dan wel iets wat je eigenlijk altijd moet doen. Alert zijn en deel zo min mogelijk gegevens. Zowel met bedrijven als op social media. Geef niet meer informatie dan strikt noodzakelijk is voor hetgeen dat je wilt bereiken. Ja, nou, volgens mij zijn dat hele duidelijke tips en adviezen. Hiermee zijn we het einde gekomen van deze aflevering van Protector Cybersecurity Stories. Als je dit een interessant onderwerp vindt en je wil graag wat meer hierover horen, dan zou ik zeggen, abonneer op onze videopodcast. Dat kan je doen door onze YouTube-kanaal te gaan volgen. Je kan ook via de bekende podcastkanalen zoals Apple Podcasts, Google Podcasts en Spotify kan je ook onze afleveringen volgen. Mocht je wat meer willen weten, en dat kan vanuit de cybersecurity oogpunt van, zoals je thuis mee zit, maar zeker met veel thuiswerkers en zo, hebben dit soort zaken ook effect op organisaties. Wil je als organisatie wat meer daarover weten, een keertje een gesprek voeren erover? Nou, je kan bij ons vrijblijvend een gesprek aangaan. Daar kan je, ik zal het eventjes hieronder in beeld zetten, hoe je dan zo'n vrijblijvende afspraak kan inplannen. En ja, dan rest mij toch tot slot jullie in ieder geval te bedanken voor het luisteren en het kijken. En hopelijk tot een volgende keer. Tot de volgende keer.